Bij Verrekkert gemaakt, eerste wedstrijd. Hoe ging die? Ja, ging perfect, hè. We begonnen voortvarend. Eerste set 6-0. Erop en erover dachten we nog, maar toen kwam het. Ze kwamen sterk terug. En het zonnetje dat brandde op ons voorhoofd en we kregen het zwaar. Het werd 5-3. Toen stonden we achter op de duur. Toen dachten we van nou, moeten we er toch nog even tegenaan. Het werd 6-6 uiteindelijk. En in tiebreak hebben we gewonnen. Eén ding herken je toch wel aan hem? Ja, Samond. Ja, ook iets anders. Wat heeft Pen nog meer? Wat ik, maar een bouwblad? Nee. Even nadenken. Ik was achter hem ook iets anders spellen. Oh. Eindig met een S. Oh ja, nee, ik heb een flauw idee, weet je ook wel. Nee. Jawel. Ja. Oké, dat wordt hard geknipt, sowieso. Nee, dat is mooi. Nee, dat is helemaal niet mooi. Mooi, Pens. Oh, zeg het toch. Oh. Hey, ik heb gespuugd op de kamer. Oh, dat zie je niet. Moet Pens aansluiten. Goed gedaan, lekker. Nou, wel leuk spelen, die Pens. Ja, zeker. Die Bas Broek was een beetje nerveus, hè, eerste single. Ja, klopt. Ja, ja, maar dat, ja, hij heeft hem ook verloren. Basie. Kom op, Bas. Hey, Ingmar. Ja? Ik ben Nieuws. Nou. Uit Delfzijl. Mix 7-7-1 verloren. Ah. Maar Herms heeft het dubbel gepakt. Ah, lekker. Hey. Lekker. Ja. Jezus, terecht, Tom Boot. Hey. Tom Boot, die schoosje staat echt 40 uur op de baan per week. Ik zou toch wel verwachten dat hij een potje wint. Is dat mix 7 dan? Is ja, dat niet, mix 7. Vijfde klasse. Ja, weer zesde klasse voor hem, hoor. Oh, dat is best wel hard trouwens. Die moet je er ook uit. Ja, die komt er ook uit. Ja, ik ga niet... Ja, doe me wel eens. Leuk voor de film. Ja, voor de film. Mooi, man. Absoluut. Ga je nog vreten regelen, of niet? Ja, wat is lekker om te eten? Ja, ik heb Michel Ansluis. Wel lekkere zwarmerschotels. Oké, nou, dat kunnen we doen. Ja. Vind ik wel leuk, maar goed, ja. Ik heb wel honger trouwens. Ja. En niet? Nee, nee, man. Ik denk dat Penny ook wel honger heeft. Het is niet lullig bedoeld trouwens. Matthias, Verrekkert 4. Jullie hebben net gespeeld, je komt net van de baan. Hoe heb je het gedaan? Ja, ik dacht van, ik laat dan eerst een paar puntjes maken, 4-0. En ik dacht, nou, op het laatste moment ga ik nog keihard terugkomen. Domineren? Het is gelukt. We hebben gewonnen. Gewoon van links naar rechts je tegenstander? Ja. Wie waren het? En naar rechts, die was ook weer Tam 7. Tam 7, oh, dat is altijd competitie. De reus heeft niet kunnen spelen. Wat doet hij dan? Dan gaat hij tennisles geven aan iedereen die dat maar wil. Zonnebril nog op. Voor hem is het meer zien en gezien worden op de baan. Wat is het? Wouter, je maakt je tegenstander heet. Dus indraaien. Goed zo. Instappen. Zondag, tweede competitiedag. We zijn op zoek naar Jan-Willem Vos, vandaag jarig. Lekker, hey, dit is de camera, hoor. Gaat, Jan-Willem Vos. Van harte gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd. Dankjewel, voorzitter. Wij lopen even met je mee. Ja. We hebben nog een paar vragen over hoe het eigenlijk ging vandaag. Ja, ging meer dan uitstekend. Ging meer dan uitstekend, de overwinning binnengehaald dus. Ga op, man. Opzouten. Jongens, vissen, flikker op. Zesde klas is niet in de stad. Ook dat zei ik niet al vaak. Dat is ook heel leuk. Toevallig komt die Wilmer, dan komt het Lauswold. In Lauswold gebeuren rare dingen. Ja. Gebeuren rare dingen, vertel. Een huisgenootje van mij die meer een grotendeel van zijn tijd altijd met een haarbandje omspeelt. Genaamd Arjen Pen. Ja, die ken je wel. Hè? Die gozer die heeft als doel 5 worden in zijn enkel. Ja, we zeggen een 6 met Achie. Derde set. Yeah. 4-1, 44-15. Kneukt hij hem. Heeft hij een piratenpetje op opeens. Hij moet gewoon zijn haarbandje doen, weet je. Dat is het probleem gewoon voor ons. Die gozer moet gewoon het dakterras opruimen deze week. Bij ons is de maat vol. De maat is vol met Pens, hoor. Ja, Pens. Hij vindt niet leuk dat de Pens zegt, maar zet hem op tape. Hij verdient het nu wel. Absoluut. En buiten Pens, hoe ging het vandaag met jullie? 7-1, ik begon om 11 uur. Wij zijn om 2:30 al aan het bier. 2:30 waren we klaar, hoor, 7-1. Goed. En zelf voor op je verjaardag, wat heb je gebald? Ja, 40 minuutjes, 0-1 tegen de gozer die, ik heb gezegd van je kan beter op honkbal gaan, want 3 honkslagen, dat is hem wel, ja, wat een koekenbakken was dat.
En jij nee, even zoeken in jouw partij? Ja, ging wel redelijk. 6-2, 6-1. Maar er had eigenlijk iets meer in moeten zitten. Maar ja, goed, toch win je. En die pak je toch wel even mooi mee. En het eindresultaat was wel weer prima. 7-1. Was een 0-0 hè, met Twickelen. Ja, Twickelen. Ook weer 6-0, 6-0. Ik zei vorige week krediet en middel. Dat moet ik wederom weer toegeven. Was weer heel goed van haar. Twickelen heeft 100%. Hè, 100%. Enige. Absoluut. Dat is heel netjes. Maar wat betekent het nou eigenlijk voor Arjen Penn, jullie overwinning? Betekent het nou extra trainingen voor Penn? Ja, Penn is aan de beurt dinsdagmiddag. Hij zegt best op dinsdagmiddag. Penn is aan de beurt. Ik geef die jongen tennisles. En ik zal iedereen uitnodigen aanstaande dinsdag om hierbij te zijn. Want ik ga een heel leuke straf geven. Geef hem ook een springtouw deze week. Ja. Elke dag 60 maar weet je, het is, hij moet deze startsnelheid. Startsnelheid. Daar gaat het om. Ja, die gozer die van je hoeft, hij staat stevig in zijn schoenen, maar het moet toch echt even wat soepeler hij gaan. Hij staat echt letterlijk en figuurlijk stevig in zijn schoenen. Hij staat. Ja, maar ja, het moet nog even wat. Explosiever, ja. Die jongen. Ja. Daar moeten we aan werken. Hey, jongens, bedankt voor de tips over Arjen Penn. Wel in, hoor. Hey. Volgende week pakken we een andere speler eruit. Die zal er nu al zin in hebben. Alle positieve kritiek hebben, Penn. Dat wel. Maar wij zijn mixed. Positieve kritiek en wij zijn de beste, hè? Hey. Ja, dat is een goede speler. Goede speler, hoor.